Wie is jouw superheld? Mega Mindy. Superman. Batman. Ruben, je hebt Batman, je hebt Superman, Mega Mindy en we hebben nu ook Ruben Schaart als superheld. Ja, het moet niet gekker worden. Hè? Het is natuurlijk wel mooi om hier zo onthaald te worden. Voor die kinderen is het natuurlijk mooi dat er iemand die op televisie komt, dat je ze blij kan maken, zeg maar. Dus heel dankbaar. Op de vijfde dag steeg het water in de rivier en het duurde niet lang meer of het stroomde Kikkers huisje binnen. Eerst vond Kikker het leuk, maar toen het water bleef stijgen, werd hij echt bezorgd. Moet je kijken, zijn hele kamer is nat. In de onderbouwgroepen, de groepen 1, 2, hingen de kinderen aan zijn lippen. Sommige kinderen lagen op de grond helemaal naar hem te luisteren. Je ziet eigenlijk aan hem dat hij zelf ook al kinderen heeft en volgens mij ook veel voorleest. Want ja, ik had hem zo aangenomen als hij geen voetballer zou zijn. Ja, dat is routine. Hè? Ik doe het dagelijks thuis, dus dat ging me wel goed af. Ja. Het was natuurlijk voor de kinderen een grote verrassing dat een topspeler van Feyenoord opeens bij ons op de stoep stond om voor te lezen. Ja, als je zo de kinderboekenweek kan openen, dan dat kan eigenlijk niet beter natuurlijk. Met voetbal? Nou, toen ik een heel klein jongetje was, ben ik begonnen met voetballen. En toen had ik een droom, ik wilde echt profvoetballer worden. Op televisie komen, je kent dat allemaal wel. En daar heb ik echt hard mijn best voor gedaan. Dat ging niet altijd even makkelijk, maar uiteindelijk heb ik het toch gehaald. Dus als je wat wil bereiken, moet je er echt in geloven en dan gaat het wel lukken. We hebben sinds vorig jaar een samenwerkingsverband met Feyenoord. Ik had gehoord op scoren op Zuid en daarna scoren in Noord. En we maken er inderdaad gebruik van met een bezoek aan de Kuip. En dit jaar kunnen de kinderen uit de bovenbouwgroepen ook stage gaan lopen. Een dagje in de Kuip op verschillende afdelingen. En dat heeft te maken met een goede sprong naar de middelbare school. De goede keuze maken. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik hoop het in de loop der jaren uit te breiden naar nog meer samenwerking.